Het lijkt erop dat Rachel Hazes zich niet echt zorgen maakt over het feit dat ze is ontmaskerd als neperfgenaam van André Hazes. Hoewel dochter Roxanne werkt aan juridische stappen die de beroepsweduwe miljoenen kunnen kosten, hoort Rachel de kassa voorlopig nog rinkelen. Ze heeft dan ook een peperdure, nieuwe auto gekocht. Haar zoon André Hazes junior heeft het nieuwtje verklapt voor de camera van RTL Boulevard. Om heel eerlijk te zijn, mijn moeder liep hier vandaag over de gang en ze heeft een nieuwe auto gekocht en het eerste dat ik tegen haar zei, ik hoop wel dat je dat van jouw deel van de erfenis hebt gekocht. Ik ga er zo mee om, snap je? Hij wil niets met de erfeniskwestie te maken hebben en ziet er liever gewoon de humor van in, aldus de volkszanger. Dat is ook echt de manier voor mij. Ik ben er nog steeds buiten en ik maak er liever grapjes over, terwijl dat misschien iets heel raars is, maar ik wil alleen maar positief. Om wat voor een wagen het gaat is niet duidelijk. Patty Bart zegt in Shownieuws, Rachel schijnt dus aangekomen te zijn bij de Ziggo Dome in een nieuwe auto die er niet omloog. Het was geen DAF, laat ik het zo zeggen. Onnodig, vindt Patty het. In principe is het natuurlijk niet echt nodig om in een nieuwe auto in deze situatie daar te verschijnen. Collega Diantha Brooks, niet chic? Patty, nou ja, niet chic. Je kunt hem ook woensdag ophalen die auto en nu even met een Ubertje komen. Rachel steekt met haar nieuwe bolide natuurlijk een behoorlijke middelvinger op naar Roxanne. Heb jij dan enig idee hoe dit bij Rox binnen is gekomen? Vraagt Diantha. Patty daarop, ik snap wel hoe dit bij haar binnenkomt. Dit komt bij haar binnen als, BWUEH, steekt tong uit, red. Dat. Het zijn onbegrijpelijke acties, vindt Patty. Elk moment waarvan ik denk, het is pijnlijk voor Rox, dat trek ik me aan. En als het onnodig is, vind ik sowieso van, doe het niet.